Long live the Galliere! Victory! Hurrah! In Sandlo, in de commandopost van het 84e Duitse legerkorps. Commandant, je spreekt met ons correspondent in Bayeux, juffrouw Katrien. Hallo. Commandant, ik moet u melden dat de Engelse tanks door de straten rijden. Bayeux is gevallen. Is dat een grap, Katrien? Absoluut niet. Luister. Long live de Galliëerden. Victory! Hurra! Hurra! Vive la France! En wat gaat er met jou gebeuren? Ik red me wel. Al de mannen hebben me in de steek gelaten. In Pont du Hoc. Maar kolonel Rudder de Duitse aanvallen kon weerstaan met nog geen 100 rangers, is ook hij doodgemaakt. Stuur een signaal naar de schepen op zee. Hun kanonnen moeten onze positie dekken geven, of we worden door de vijand overlopen. Kolonel Rudder en zijn mannen zullen pas worden bevrijd op 8 juni bij het aanbreken van de dag.